Hey, Robert Wolters hier en vandaag in deze nieuwe vlog, in een nieuwe setting, ga ik je iets vertellen over anabole steroïden. Voor de mensen die al vaker iets van mij hebben gezien, ik ben weer terug. Het gaat goed met mij en ik ben niet meer in staat om zo fanatiek te trainen als ik deed, in ieder geval op dit moment niet. Maar ik ben weer in de gym 3 keer per week, ik eet netjes en krijg langzaam de boel weer onder controle. Mocht je nou denken, waar heeft die man het over? Kijk dan even op mijn site robertwolters.com en lees niet mijn allerlaatste blog, maar die blog daarvoor. Dan heb je enige context. Goed, ik wil wat vertellen over anabole steroïden. Punt 1, omdat het een interessant onderwerp is. Punt 2, omdat er niet zo heel veel betrouwbare informatie over te vinden is. Heel veel informatie staat op fora, waar mensen anoniem iets posten. En je hebt geen idee of je met een ervaren gebruiker te maken hebt of met een gozertje van 15. En er wordt ook heel veel elkaar nagepraat. En gewoon iemand die recht toe recht aan vertelt wat zijn ervaringen zijn en hoe je er mee om kan gaan, dat zie je niet zoveel. En het leek mij aardig om daar eens verandering in te brengen. Dus wat mij betreft is dit een eerste in een serie van filmpjes. Maar we zullen zien of er enig animo voor is. En of datgene wat ik te vertellen heb ook een beetje weerklank vindt. Om misverstanden te voorkomen, anabole steroïden zijn gewoon legaal in Nederland. Er wordt vaak over verboden middelen gepraat. Maar anabole steroïden zijn in Nederland niet verboden. Je mag het bezitten. En je mag het gebruiken. De Nederlandse wetgever die legt je daar helemaal niets voor in de weg. Het enige wat gereguleerd is, is de handel. Anabole steroïden worden gezien als geneesmiddelen. En de handel in geneesmiddelen is gereguleerd bij wet. En de wet die schrijft voor dat een arts je geneesmiddelen moet voorschrijven. En dat je het dan via de reguliere kanalen kunt kopen. Nou, artsen hebben al in 1994 afgesproken dat ze geen anabole steroïden meer gaan voorschrijven aan gezonde mensen. Dus dat betekent dat je in principe niet op legale manier aan anabole steroïden kunt komen. Dus wanneer je iets wil gaan gebruiken, zul je op de zwarte markt wat moeten kopen. En dat maakt het illegaal. De handel is illegaal, maar als je het in bezit hebt of je wilt het gebruiken, dan is dat gewoon vrij in Nederland. Alleen wanneer je natuurlijk onderdeel bent van de georganiseerde sport, dus je doet aan wedstrijden waarbij een dopingreglement geldig is, ja, dan is het verboden binnen jouw sport. Maar voor de meeste gebruikers van anabole steroïden is het helemaal niet van toepassing. Die trainen en gebruiken alleen maar omdat ze er beter uit willen zien. En als die al aan een bodybuildingwedstrijd doen, dan maakt het in de regel nog niet veel uit, want bij de meeste bodybuildingwedstrijden wordt het niet gecontroleerd. Alright, dus dat even om de context aan te geven. Ja, dus ik ga geen filmpje doen over iets wat verboden is. Ik doe een filmpje over iets wat volkomen legaal is en waar we op een volwassen manier met elkaar over zouden moeten kunnen praten. Alright, deze eerste vlog, deze eerste anabole vlog gaat over je allereerste kuur. En ik ga het straks hebben over wat je zou kunnen gebruiken, maar er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om te weten voordat je gaat gebruiken. En het eerste advies wat ik je geef is dat het verstandig is om voordat je gaat kuren een bloedwaardetestje te doen. Dat kan via je huisarts, maar je kunt ook naar bloedwaardetest.nl. En wat je minimaal moet laten onderzoeken is je eigen testosteronspiegel. Er is maar één keer een kans om je natuurlijke testosteronspiegel te testen. En dat is voor je allereerste kuur. En we weten allemaal dat wanneer je anabole steroïden gaat gebruiken, dat je eigen aanmaak, je eigen testosteron aanmaak onderdrukt. En in tegenstelling tot soms wel wat er soms wel beweerd wordt, het maakt niet uit wat je gebruikt, alles onderdrukt. Ook 20 milligram Anavar. Na 4 dagen is je eigen aanmaak nul. Er zijn gewoon legio onderzoeken gedaan en dat is een van de dingen die eruit voortkomt. Dus anabole steroïden drukken je eigen testosteron aanmaak. En op enig moment als je een kuur hebt gedaan, wil je dat je eigen aanmaak weer op gang komt. En er zijn allerlei protocollen voor en daar kunnen we in de toekomst wel eens over kletsen. Maar het belangrijkste is dat je pas weet of je hersteld bent als je weer een bloedtestje doet en kunt zien wat je eigen testosteronwaarden zijn. Maar je weet niet, als je voor die tijd niet een bloedwaardetest hebt gedaan, of 12, 13, 14, 20, 25 voor jou een normale waarde is. Je weet pas wat de normale waarde is als je hem hebt getest voor je allereerste kuur. Dus mijn advies is, voordat je gaat kuren, laat je testosteron testen. Volgens mij kost dat niet meer dan 25, 30 euro
via gewoon een particulier bedrijf. Het kost je helemaal niks, behalve als je eigen risico niet betaald hebt, via je huisarts. Maar laat minimaal je eigen testosteron testen. Nou, je kunt meer dingen testen, bijvoorbeeld de stuurhormonen LH en FSH. Belangrijker denk ik is te kijken, ben je gezond? Anabole steroïden zijn risicovol, maar wanneer je een gezonde volwassen man bent, dus je bent gezond of volwassen en je bent een man, dan loop je aanzienlijk minder risico dan wanneer je jonger bent, ongezond bent of een vrouw. Dus je kunt een bloedwaardetestje doen om bijvoorbeeld ook je leverfunctie, je nierfunctie en met name je cholesterolgehalte te testen. Maar minimaal test je eigen testosteron voor je allereerste kuur, want dat getal wat daaruit komt, dat kun je in de toekomst je hele leven lang blijven gebruiken als referentie voor je herstel. Alright? Goed, het tweede waar ik wat over wil zeggen, moet even spieken. Oh ja. De meeste jongens gebruiken anabole steroïden om te groeien. Je wilt massa kweken. En je ziet dan ook in deze tijd, de meeste gasten die gaan nu zo onderhand weer een keer een kuur bestellen of wat gebruiken, zie ze opblazen in de gym. De kop wordt bol, lichaam puilt uit. Dus je ziet dat je die anabole steroïden wil gebruiken gewoon om massiever te worden. Alleen wanneer je een relatief hoog vetpercentage hebt voordat je je kuur ingaat, dan is de kans groot dat je tijdens de kuur veel vetter wordt dan je eigenlijk wil. Vaak worden die anabolen gebruikt gewoon puur om massiever te worden. En wordt het kuren gecombineerd met veel eten. Hè. Je moet veel eten om te groeien, dus hoppakee. McDonald's dieet erbij, flink bulken. En nou, dat werkt, hè, want je wordt al gauw 2, 3, 4 kilo zwaarder in die eerste 2 weken. Alleen dat initiële gewicht wat je wint is in de regel vocht. Populaire eerste kuur is testosteron, alleen maar testosteron. Soms nog met iets van een oraal aan de voorkant erbij, dat noemen ze een kickstarter. Maar testosteron, daarvan is bekend, dat aromatiseert. Je moet je voorstellen, in je lichaam circuleert testosteron. En die testosteron wordt in je lichaam voor een deel omgezet in oestradiol. Nou, oestradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, is een oestrogeen en heeft een functie in je lichaam bij tal van processen. Het reguleren van je cholesterol, het reguleren van je bloeddruk. Het heeft ook een functie in anabole processen. Het is belangrijk voor je libido. Dus een klein beetje oestradiol in je lichaam is belangrijk. Alleen wanneer je die testosteronspiegel omhoog drukt, doordat je van 100, 150 milligram natuurlijke aanmaak naar bijvoorbeeld 500 milligram in de week gaat, wat een populaire eerste kuur is als je de vooraan moet geloven, dan betekent dat je oestradiolwaarde ook omhoog gaat. En een negatief effect van die oestradiol is dat het vocht vasthoudt en dat het je lichaam effectiever maakt in het aanzetten van vet. Vrouwen hebben een hoger vetpercentage van natuurlijk dan mannen en dat komt onder andere omdat ze meer oestrogeen en meer oestradiol in hun lichaam hebben. Dus wanneer jij gaat kuren met een middel wat aromatiseert, zet je lichaam meer testosteron om in oestradiol en word je makkelijker vochtig en vetter. Nou, wanneer je in zo'n kuur aan het bunkeren bent en je wint 1 of 2 kilo of 3 kilo lichaamsvet, ja, dan zie je lichaam er niet veel beter uit. Je bent wel zwaarder en groter en met name in kleren oogt dat mooi, maar wanneer je kleren uitgaan is het eigenlijk wat teleurstellend. Dus mijn advies, mijn tweede advies, is zorg ervoor dat je met een relatief laag vetpercentage je kuur ingaat. Heb je nou niet de buitenkanten van je buikspieren zichtbaar, ja, dan zit je vetpercentage boven de 15% en dan is het gewoon verstandig om eerst 6 tot 8 weken op dieet te gaan. En voordat je je kuur ingaat, lager in je vetpercentage te zitten. En dan als je tijdens je kuur niet alles eet wat los en vast zit, maar een klein beetje schoon kuurt, om het maar zo te zeggen, schoon eet, sorry, dan zorg je ervoor dat je niet met 2, 3, 4 kilo extra lichaamsvet uit je kuur komt, die je er dan weer af moet trainen. En vaak zie je dan ook dat gasten, als ze hun eerste kuur hebben gedaan, dat ze zichzelf weer te vet vinden en dat ze dan in hun nakuur proberen af te vallen. Dat is zo'n beetje het allerslechtste scenario wat je kunt hebben. Want niet alleen verlies je al die spiermassa die je hebt opgebouwd. In je nakuur probeer je lichaam zijn eigen testosteron op peil te houden. En daarvoor zijn voldoende calorieën en voldoende koolhydraten nodig. Ja, dat is dan ook iets wat je niet binnenkrijgt. Dus ga je kuur in met een relatief laag vetpercentage, met een goed doortrainde fysiek. En wacht anders met het beginnen van je kuur als je nog te veel vet op je lichaam hebt en ga eerst 6 tot 8 weken op dieet. Een goed doortrainde fysiek met een laag vetpercentage reageert veel beter dan een vettere fysiek met een hoog vetpercentage op een kuur.
Onthoud dat dat aromatase-enzym wat jouw testosteron omzet in oestradiol voor een deel geproduceerd wordt in je vetweefsel. Daarom zie je ook dat mannen die fors overgewicht hebben, relatief lage testosteronspiegels hebben. En dat komt omdat ze veel oestradiol aanmaken. Nou, die oestradiol die remt je lichaams eigen testosteron aanmaakt. Dus je creëert eigenlijk een heel slecht klimaat gedurende je kuur als je vet wordt, om straks ook je herstel weer te helpen. Dus ga met een laag vetpercentage je kuur in en hou dat onder controle. Alright, dan nog iets over welke middelen goed zijn voor een eerste kuur. Nou, je kunt van alles zeggen over anabole steroïden en voor iedere mening is wel weer een goed argument te vinden. Maar in principe zijn er twee belangrijke aspecten als je gaat kuren. Het eerste is dat je het gebruik van je middelen afstemt op je doelstelling en het tweede is milligram. Nou, wat ik al zei, een van de meest populaire kuren is 500 milligram testosteron voor pak een beetje 12 weken. Dat zie je gewoon op de boards terug. Mensen die voor het eerst gaan kuren doen dat vaak. En de logica daarachter is tweeledig. In de eerste plaats, testosteron is een hormoon wat je lichaam kent als man. Dus kan daar in principe goed mee omgaan. En daarnaast zijn er goede wetenschappelijke onderzoeken gedaan waarbij verschillende doseringen testosteron vanaf 50 milligram per week tot 600 milligram per week op gezonde volwassen mannen zijn uitgeprobeerd. En daarin zie je dat 600 milligram de meeste positieve effecten oplevert. Geeft ook een hogere kans op de negatieve bijwerkingen, maar die zijn uit die onderzoeken blijkend relatief gering. Dus het is een populaire eerste kuur. Ik ben zelf niet zo'n fan daarvan. Mijn allereerste kuur was ik 21. Ik heb overigens van mijn 21ste tot mijn 44ste anabole steroïden gebruikt. Dus over een periode van 23 jaar. Niet non-stop uiteraard, ook wel eens een jaar, anderhalf niet. Maar in die periode continu er wel mee bezig geweest. En ik heb denk ik alles wat er verkrijgbaar is op enig moment wel een keer gebruikt. Dus weet je wat, we hoeven er geen geheimen over te maken. Ik ben ervaringsdeskundige en daarnaast heb ik denk ik meer dan 10.000 pagina's aan wetenschappelijke literatuur over die materie gelezen. Dus ik heb daar de nodige ervaring mee. Inmiddels gebruik ik niet meer, maar ook dat heeft te maken met datgene wat mij vorig jaar in oktober is overkomen. Dus moet je mijn blogje maar lezen. Dan kun je dat zien. Mijn allereerste kuur was 300 milligram Primobolan depot in de week. Maandag, woensdag, vrijdag 100 milligram. En dat was nog originele Primobolan. Dus van schering in die doosjes met een zaagje erbij om de ampullen door te zagen. En 20 milligram Dianabol. Ik weet niet meer hoe lang dat was, maar dat was een relatief korte kuur. En er zitten twee aspecten in die interessant zijn. In de eerste plaats, je hoeft niet te kuren met testosteron. Sterker nog, anabole steroïden zijn ontwikkeld als alternatief voor testosteron. Testosteron was in de jaren 40 een middel wat door Russische gewichtheffers werd gebruikt. En waardoor ze alle wereldkampioenschappen en Olympische Spelen wonnen. Maar er waren heel veel negatieve bijwerkingen aan het gebruik van testosteron. Waardoor er bedrijven zijn geweest die een alternatief voor testosteron hebben ontwikkeld, waarbij ze wel de positieve effecten wilden hebben op spieropbouw en op kracht, maar niet de negatieve effecten van de androgene werking van testosteron. En zo zijn in de jaren 60 bijna alle anabole steroïden die we nu kennen ontwikkeld. In de periode dat ik begon met gebruiken, dat is in de begin jaren 90 geweest, toen gebruikten bodybuilders helemaal geen testosteron, maar gebruikten al die anabole middelen. Ik heb net al verteld dat testosteron aromatiseert en dat geeft je lichaam in principe een wat vochtige, niet scherpe fysiek. Ja, en voor een bodybuilder die er goed uit wil zien, past dat niet. Nou, tegenwoordig wordt veel testosteron gebruikt, maar wordt ook gecombineerd met aromataseremmers, waardoor je lichaam minder oestradiol aanmaakt. Maar dat is voor een eerste kuur veel te complex. Dus je kunt ervoor kiezen om niet te kuren met testosteron, maar bijvoorbeeld een anaboolmiddel als Primobolan te gebruiken in een bepaalde dosering, waardoor je lichaam minder testosteron omzet in oestradiol en je in principe een wat schonere groei hebt, een wat schonere winst hebt. Daarnaast, onderzoeken laten zien dat 12 weken gebruik van een middel iets meer resultaat oplevert als 6 weken, maar dat 90% van het resultaat in die eerste 6 weken wordt gehaald. Dus wanneer je voor de eerste keer gaat kuren en je lichaam is nog heel erg ontvankelijk voor anabole steroïden en je traint hard al een aantal jaren, je zit goed in je vetpercentage, dan is mijn advies om niet zo lang te kuren, maar pak een beetje 6 weken maximaal. En dan ook weer uit de kuur te gaan. Je kunt dan ervoor kiezen om zo'n standaard kuur van 500 milligram testosteron te doen, maar het blijkt dat wanneer je een lagere dosis testosteron
gebruikt en je combineert dat met een oraal middel, dat is ook gewoon wetenschappelijk onderzoek geweest, waarbij ze die dingen tegen elkaar hebben afgezet, dat je daar meer rendement uit haalt dan alleen maar één middel. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor 250 milligram testosteron. Dat is meer dan dat je lichaam aanmaakt, maar niet heel veel meer. En dat combineren met een niet-aromatiserend middel zoals Anavar, oxandrolon 20 milligram. Prima eerste kuur. Qua dosering zit je dan op 390 milligram in de week. En dat is meer dan zat als je nog nooit iets hebt gekuurd. De Primobolan Dianabol combi die ik zelf heb gebruikt, heb ik ook aan twee andere jongens geadviseerd. Die ik van dichtbij heb zien trainen. En dat waren hele succesvolle protocollen, ook voor een korte periode. Hoe korter je de boel onderdrukt, hoe minder schade je in je lichaam creëert en hoe sneller je ook weer herstelt. Dus je kunt ervoor kiezen om 500 milligram testosteron iedere week te gebruiken voor 12 weken. Mijn advies is kuur korter en combineer een injecteerbaar middel met een oraal middel. En doe dat voor een relatief korte periode. Je kunt harder trainen wanneer je anabole steroïden gebruikt. Dus zet bijvoorbeeld een 6 weken waarbij je alles 2 keer per week traint. Dus ga 6 keer per week trainen. Doe een push, pull, leg, split. Maandag borst, schouders, triceps. Dinsdag rug, biceps. Woensdag benen. En herhaal dat donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan train je in 6 weken alles 12 keer. En kun je dus 12 keer je lichaam stimuleren om meer spieren op te bouwen. Nou, vergelijk dat bij alles 1 keer per week trainen gedurende 12 weken. Doe je precies hetzelfde met een veel langere rustperiode. Met andere woorden, je kunt meer rendement uit je kuur halen door gewoon hard te trainen, goed te eten, alles 2 keer per week te trainen. Hoef je ook niet meer dan 2 oefeningen te doen met 2 goede zware sets per spiergroep. Dan haal je meer rendement uit die kuur dan wanneer je gewoon een simpel 3 keer per week blijft trainen. Alles 1 keer per week, 12 weken lang testosteron gebruiken. Je hebt dan een hele lange periode waarin je alles onderdrukt. Je zult merken dat die eerste 4, 5, 6 weken boek je heel veel progressie. En dan in die laatste periode ebt dat weer wat af. Vaak gaan gasten dan veel meer eten, waardoor ze veel vetter worden. Ja, dan kom je vatsig uit die kuur. Terwijl je eigenlijk door een wat korter protocol en iets slimmer die kuur op te bouwen, wat harder te trainen en droger die kuur in te gaan, je ook met een goede fysiek uit die kuur komt. Alright? Dus dat zijn mijn 3 tips. Doe een bloedtestje, minimaal je eigen testosteron. De enige kans om je natuurlijke waarde te bepalen is voor je allereerste kuur. 2, ga droog je kuur in. En ga gewoon eerst 6 tot 8 weken op dieet voordat je gaat kuren als je nog te vet bent. 3, probeer om te kijken naar een combinatie van middelen. Bijvoorbeeld een orale en een injecteerbare in een wat lagere dosering. Dan 1 middel in een hogere dosering. En als alternatief voor de standaard 500 milligram testosteron. Probeer bijvoorbeeld 1 milligram voor 1 ml testosteron met wat oxandrolon te combineren. Of bijvoorbeeld Primo met Dianabol. Het ene middel aromatiseert niet, het andere wel. En op die manier heb je een wat schonere kuur voor een kortere periode. Alright, dat was mijn eerste vlog. Bijna 18 minuten vol zitten lullen. Heel veel informatie, kijk hem nog eens na. Heb je nou vragen hierover? Zet ze dan hieronder op Facebook. Dan zal ik ze beantwoorden in het commentaar. Durf je nou niet met naam en toenaam iets te vragen hieronder, mag je me ook een privéberichtje sturen. Ik kan je niet garanderen dat ik je altijd antwoord geef, maar ik neem alle vragen anoniem wel mee in een volgend filmpje. Voel je vrij om dit te delen. En als ik leuke respons heb en een paar goede vragen heb en ik heb nog weer een idee dat ik iets wil vertellen, dan maak ik een volgende vlog over anabole steroïden, bijvoorbeeld over de verschillende middelen. Of wat je kan doen als je je tweede, derde, vierde kuur wilt doen. Of als je langer wilt gebruiken. Of welke supplementen je kunt gebruiken tijdens een kuur. Er valt heel veel over te zeggen. Alright. Dat was hem. Tot de volgende keer.